De derde opdracht, natuurbeleving. Hoe doe je dat in een stad? Ik woon in het buitenland en dan ook nog in een staat met zeer veel groen. Dus ik ga wekelijks het bos in. En als je dat niet hebt, wel, wat zijn je opties om aan natuurbeleving te doen? Misschien een lokaal park? Misschien hebben kennissen van jou een tuin? En als dat ook geen optie is, misschien kan je dan gewoon de natuur binnenshuis nemen. Er is onderzoek gedaan dat een natuurbeleving heel veel positieve gevolgen heeft voor je concentratie. Wij zitten nu in een information society en we krijgen zoveel informatie te verwerken dat net zoals een computer het misschien eens goed is om die knop af te zetten. En de natuurbeleving is de geslaagdste oplossing om tot rust te komen en om je batterijen op te laten. Echt doen!